Op alle uren van de dag kan men de hippies die het in Amsterdam wel gezien hebben, aantreffen op de uitvalswegen, wachtend op een lift. Maar wie bestemming Tiel op zijn bordje zette, had daar een heel bijzondere reden voor. Die wilde namelijk naar het Betuwse popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Deze beroemde jongens uit Den Haag wisten ongeveer 1500 jongeren zodanig in beweging te krijgen dat men de kilte van de late augustusnacht niet meer voelde. Het popfeest dat 's middags was begonnen, trok jongelui uit alle delen van de wereld en van Nederland. Een lichtshow begeleidde nu en dan het optreden van de verschillende groepen, zoals van de Kings, waarvan de zanger-pianist zijn instrument zo hardhandig bewerkte, dat velen die al wat waren ingedoezeld weer ontwaakten. Ook het optreden van Black Sabbath stimuleerde de jongeren tot actief meedoen. In de regen om 4:30 ochtends werden veler dromen onderbroken door de Tielse popgroep The Dream. Hoewel het bezoek wat tegenviel, was het muzikaal zeker een geslaagd festival. En de echte liefhebbers proberen nu liftend het volgende popfeest te bereiken.